Omdat Bjorn zijn hand kapot heeft gemaakt. Laat die biceps maar eens zien. Kijk eens, perfect. Prima, oké? Hoppa. Maar jongens, zit je goed daar? Zie ik dat je een paar producten nog niet gepakt hebt hoor. Zo zie je maar weer, ik verleer het maar. Nou, daar word je echt niet vrolijk van. Simba vrolijk van, hè? Ik ga vandaag mee met Bjorn op route, omdat Bjorn zijn hand kapot heeft gemaakt. En nu ga ik jullie even meenemen hoe wij dus de route gaan indelen en hoe we die producten gaan pakken voor elke locatie. Dus kom maar lekker mee. En Bjorn is mijn coach vandaag en nu moet ik het gaan vullen, omdat hij zijn hand natuurlijk kapot heeft. Nou, klik even een locatie aan, we gaan sowieso vullen. En dan kunnen we hier zien wat we missen. Maar hoe gaan we dit doen dan? Bjorn, dan gaan we hierop klikken. Ja. Gaan we naar Actions. Zeker. En vanuit Actions pakken we deze. Create Picklist. En dan, klopt het allemaal? Ja. Generate. En hier staan de producten aan de linkerkant die we allemaal moeten pakken. Oké, dan gaan we dat eventjes doen. Ik heb de eerste locatie net allemaal gepakt. Hier zijn de snacks, hier zijn alle drankjes. Doen we zo lekker in de bus. Nu nog even 5 andere locaties pakken en dan kunnen we door met de route. Nou, als ik terugkijk in de app, zie ik dat je een paar producten nog niet gepakt hebt hoor. Niet gepakt? Nee, een paar dingen vergeten. Dat is Chocomel, Maza en de echte toe. What the fuck? Ik dacht dat ik alles heb gehad. Nee, de lijst is langer dan je denkt. Kijk, weet je wat het is? Ik doe dit niet dagelijks. En als je iets dagelijks doet, dan word je echt heel goed in. En als je dat niet doet, dan kan het zo zijn dat je dingen verleert. Nou, zo zie je maar weer. Ik verleer het maar. Maar daarom hebben we Bjorn. Dankjewel Bjorn. Gaan we die producten pakken. En dan kunnen we weer door. Ja, we gaan dus naar 5 bedrijfskantines. En we gaan naar 1 buitenlocatie. En we gaan ze nu in de bus doen. Oké, pakken we de eerste. Dit is de eerste. Ja. Ja, we hebben onze route natuurlijk goed uitgestippeld, vandaar weten we welke we eerst pakken en welke we als laatst pakken. Zetten we zo mooi in de bus, zodat we zo efficiënt mogelijk te werk kunnen gaan. En waar zet je dit dan neer in de bus? Deze zetten we gewoon rechts tegenaan. Doen we deze chipszak erbij. Dan laten we hier zo zien als de bus vol is. Het is weer ingeladen. Kunnen we gelijk vertrekken. Let's go! We zijn op de locatie aangekomen bij onze buitenautomaat. Hier staat hij. We gaan hem nu eventjes vullen. Let's go. Allemaal obstakels. Dit is hem dan, buitenautomaat. Ik sta nou bij de voor een tijdje. Dat ze aan het verbouwen zijn. Daar zijn we dan. Ze hebben een monsterstickertje erin opgeplakt. Hebben hun dat gedaan? Ik denk het wel. In. Wij hebben het zelf niet gedaan. Dus dan zullen ze wel Monster in plaats van de iced tea. Treetje Red Bull. Joran, doe je altijd zo? Doe je altijd zo? Zo. Ja, dan maak je hem open. Altijd uitkijken dat die blikjes niet vallen. Dat is ook nog wel eens gebeurd. Dan ben ik trouwens ook wel benieuwd, hè. Ik zie dit. Hier zit een paarse stip op. Hier zit een gele stip op. Wat houdt het in? Ik heb gehoord dat de productielijnen zijn. Van op welke lijn ze worden gemaakt. Kijk eens, als jullie weten wat het inhoudt, laat het weten onder de comments. Want ik snap er helemaal niks van. Ik weet niet wat het is. Ik ben wel benieuwd. Kijk eens, lekker zonnetje bij het vullen. Het is altijd fijn, hè. Het is de zon schijnt. Moet je gelijk blijven dan. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Ik heb hier wel eens gestaan in de regen. Nou, daar word je echt niet vrolijk van. De automaat had niet kapot. Nee, deze automaat kan tegen alle weersomstandigheden. Dus dat is wel fijn. Daarom staat hij ook buiten. Ja, het is een buitenautomaat. Pepsi! Heb je hem net al omgebouwd? Dat is goed dus wel. Oké. Dus ik ga kijken of je past. We gaan hem een keer test draaien. We hadden toevallig Monster mee en ze hebben hier dus letterlijk Monster logootje opgeplakt. Ja, is goed dan als jullie dat willen, dan kunnen we het proberen. Er zal weer gemonteerd worden. Oké, wat hebben we net gedaan? We hebben net de schacht omgebouwd. Nu kijken of die doet. En dan met 1 kan je door. Oh, dan moet ik nog een keer klikken denk ik. Oh ja, nog een keer klikken trouwens. Ja, we gaan hem even testen of die helemaal goed is. Kijk eens, perfect. We hebben het gewoon geregeld joh. Oké, dan gaan we hem zo nog een keer testen, nog 2 keer. Het ziet er dus zo uit van de binnenkant. Dan wacht jij op je drankje en dan komt het drankje uit de... Vendingmachine, hoppa! En dan hebben we nu onze klanten weer tevreden gesteld. Zij zetten het erop, wij zetten het erin. Nu vullen we hem even bij met de rest en dan zijn ze blij denk ik. Wat geld. En dan doen we de automaat. Weer dicht. Een robuuste automaat. Daar wil je geen ruzie mee krijgen denk ik. Klapt weer helemaal kapot, dat is echt een kast. Maar hey, hoe knap is dat? Je kan gewoon monteren alles met zo'n vinger. Lijp. De volgende locatie aangekomen en gaan nu naar binnen. Ik ga niet veel filmen, maar wel een beetje. Ik ben hier nu binnen bij de locatie. We gaan even de automaat vullen. We hebben net iets heel lekkers gekregen van de werknemers hier. We hebben lekker koffies gekregen. Does anybody want coffee? Maar eerst even vullen. Zelfde datum. De prijzen testen. Alles is gevuld. En daarna kunnen we weer door. Aangekomen op de volgende locatie. Super handig als je natuurlijk alles goed neerzet alvast. Dan weet je precies wat je moet pakken. Ja, we zijn nu dus op locatie bij een automaat van ons. Maar hoe zorgen wij ervoor dat we weten wat we moeten bijvullen en wanneer we moeten bijvullen? Dat doen we door middel van het Nayax pinsysteem. Dit pinsysteem is zo geïntegreerd dat we precies weten wat we nodig hebben. Ik kan je even laten zien hoe het werkt. We hebben een MoMA-app. En vanuit de MoMA-app kunnen wij naar onze locatie gaan. In dit geval is het... En vanuit hier hebben we dus alles goed neergezet. Hier ligt alle voorraad. En vanuit deze voorraad kunnen we weer alles erin gaan zetten. Ik kan je even laten zien hoe het werkt. Deze draaien we naar links. Zo gaat hij open. En soms doet hij dit. Waarom weet ik niet. Weet jij dat, Bjorn, waarom hij dat doet? Dan zit de spiraal net niet goed en draait hij een keer kwart. Oké. En nu kunnen we gewoon de automaat gaan bijvullen. We weten precies wat we nodig hebben. Let's go. Zo, Red Bull, hardlopertje. En zo is het heel makkelijk om in te zien dus wat we moeten vullen. Wat zijn de hardlopers? Dan zet je er een rijtje bij. Welke lopen wat minder? Doe je er iets anders in. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben producten aan het tellen. We kunnen precies zien hoeveel er zijn verkocht. Voorraad pakken is dan ook 10 keer makkelijker. Een nieuw stukje ook. Ja, dus als we langs gaan bij locatie neem ik altijd een iPad mee. iPad. Op deze iPad kunnen we precies zien wat we dus moeten vullen. En nu hebben we alles al op vol gezet wat we hebben gevuld. Daarnaast hebben we deze producten eruit gehaald. Dat zijn de borrelnootjes van Duivis. Why not? In die plaats hebben we enjoyrepen erin gedaan, notenrepen van XXL. We merken dat die wat harder gaan dan de standaard traditionele nootjes. Dus die halen we lekker eruit. En die leggen we mooi in de kantine om de mensen hier blij te maken. Nou, wat zijn een aantal voordelen van een eigen vendingbedrijf? Het is dus een hele mooie win-win situatie voor het bedrijf en als jou als vendingbedrijf. Maar wat je dus kunt doen, je zet een automaat op locatie neer, je verdient maandelijks geld. 400, 500, 600 euro winst, ligt aan de locatie. Met dat geld kun je weer herinvesteren in nieuwe automaten op nieuwe locaties. Waardoor je een bedrijf hebt wat groeit als een compound interest effect. Dus je wordt steeds groter. Wat nou mooi is bij Vending Master, wij leren je precies hoe je start en hoe je vanzelf kunt groeien met je eigen vendingbedrijf. Wat was nog meer nieuw? KitKat. Ja, de KitKat hebben we nu op stil gezet, 1 eurotje. Nee, 1 euro knallen, zie je ook niet vaak meer. Maar wel bij Vending Master. Zo Thijs, zo te zien is de bus erg vies. Van Maza even langs de was staat, of niet? Laten we dat maar doen. Het ziet er niet uit. Hartstikke vies. Alsof we in de woestijn hebben gereden, joh. De bus weer ingeladen. En op naar de wasstraat. Een schone bus. Het is goede reclame. Het is goede reclame. Goede reclame is een mooi bedrijf. Mooi bedrijf. Noem het maar op. Noem het maar op. Het maakt niet uit. Alles klopt. En welk programma ga je kiezen? Ik pak alleen de beste. Anders pakken we het niet. Kom aan. Ik ken verlies ook hier in alle maten. Weet nu hoe het is om aan het winnen te zijn. Weet hoe het is om aan het klimmen te zijn. Zoveel elastieken, dus we dimmen de pijn. Ik heb niks aan praatjes, ze verspillen mijn tijd. Ze zijn geen killers, maar ze killen mijn vibe. Ik heb de sleutels. Lekker zonnetje. Word je altijd vrolijk van. We hebben de bus lekker schoongemaakt en nu gaan we eventjes de laatste locatie. Eén laatste locatie verpakken. Ik heb trouwens ook een nieuw shirtje aan. Die komt binnenkort ook online. Nieuw shirtje met een petje dan erbij. En die kun je bestellen via onze website. Maar dat komt binnenkort. Karretje hoeft niet, man. We hebben trap. Je moet tillen. Laat die biceps maar eens zien. Wat Lenny. Sleuteltje erin. Hij gaat open. En nu kunnen we eigenlijk gelijk beginnen met vullen. Ik zie hier nieuwe smoothies. Komen die er ook in? En dat weet ik niet. Ik heb ze gewoon meegenomen. Om te kijken of ze eventueel erin kunnen doen. Misschien wel een mooie locatie voor een smoothie. Dit zijn de nieuwe eiwitshaker van XXL. Die lopen ook overal wel hard, hè? Zeker. We zijn dus nu bij een logistiekbedrijf met een fabriek eraan. We werken ook bij een logistiekbedrijf of in de fabriek. Dan kun je daarnaast je eigen vendingbedrijf starten. Want vending is zeer passief. Je vult de automaat. 1 keer per week ga je langs. Dat betekent dat de automaat ook nog goed draait. Dus je rond de 500 euro winst per maand extra naast je huidige inkomen. En je kunt gaan herinvesteren met nieuwe automaten. En op een gegeven moment kun je zelfs of heel veel extra gaan verdienen naast je huidige baan. Of studie, of je vervangt je huidige inkomen met een passieve inkomstenbron met vendingmachines. Het is nu lunchtijd voor de bezoekers, dus ja, net op tijd gevuld. Deze kan weer dicht. We hebben nu dus ook smoothies eraan toegevoegd. Milkshake en notenrepen. Dus wat meer variatie. We hebben overal een nieuw stickertje bij gezet, zodat de klanten weten wat nieuw is. Wat ze dus kunnen gaan uitproberen. Laatste locatie, jongen. Laatste locatie. Onze favoriete. Het is wel leuk werk. Ik zou het eigenlijk ook wel elke dag willen doen. Ja. Ik heb wel even gebeld, maar we hebben deze nu ook gevuld. En dan kunnen we eventjes terug naar Walroy. Gaan we even alles uitladen en dan zijn we klaar voor vandaag. Yo. Terug op locatie, dan gaan we even alles weer terugzetten. En dan zijn we eigenlijk klaar voor vandaag. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Zo, zijn we bij de eerste locatie. We zijn aangekomen op de eerste locatie. Prima, oké? Okay? Hoppa. Lift naar boven. Lift naar huis. Vanaf vandaag. Kijk. Het is nou aardig vol. Ja. Onze versproducten. Dan zijn we klaar. Op naar de volgende. iPad. 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 We zijn er op locatie. Kom maar. Hoppa. iPadje mee. iPadje mee. iPad. Mijn jongen, zit je goed daar? Mijn jongen, zit je goed daar? Hedel. Hedel. Zijn dit twee kisten? Karretje niet, hè? Karretje niet, trap op. Neem ik de iPad mee? iPad. Trap op. Jongen, zit je goed daar? Trap op. iPad. Mijn jongen, zit je goed daar? iPad. Hoppa. Nou, zoals je ziet is hij aardig leeg. Dus dat betekent dat we kunnen bijvullen. iPad, sleutels. Hier moet suikervrij. De rest Red Bull. Simba, kurwa, hè? Kurwa, niet drak jedzie. Klaar voor vandaag. iPad. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.